everything like that. Voor de mensen die al enigszins een tijdje betrokken zijn, die kennen deze plaat wel, denk ik, van Tim met het internet. Geef je me te veel credit hoor. Is jouw plaat, Tim? Ja, de maker heeft hem bedacht. Oh, had hij hem zelf moeten maken. Onnodig om voor mezelf uit te leggen wat we nou eigenlijk vrees aan het doen zijn. Ja, hij nog niet gekend, het is helemaal niet mooi. Het internet, en dan hadden we ons stukje over identiteit. Dit is allemaal het nutsgedeelte, identiteit, het consentgedeelte, logging en adresseren. Dus hier hebben we eigenlijk al vrij veel dingen laten zien. Voor Irma gekozen en daar worden nu allerlei proeftrajecten mee gedaan en de productie worden dingen mee gedaan. Dus volgens mij kunnen we zeggen dat is voorlopig klaar. Het consentdeel, nou dat zal Steven zo even een demo laten zien. Daar zijn we hard aan het werken om dat zo mooi mogelijk te maken. Dus die doen we nu ook echt niet. Ze zijn gewoon redelijk op dat gedaan. Je gebruikt de consent en toestemming door elkaar? Ja, ja je zegt consent is het Engelse woord voor toestemming. Zo'n synoniem wat jou betreft. Ja. Ja, de synoniem. Okay. En bij technici die praten natuurlijk altijd in het Engels. Consent is korter dan toestemming, dat is geen probleem. Precies. ja. Consent slash toestemming. En sterker nog, het is zelfs patient consent en dan nog een type data nog wat. Okay. Want je hebt namelijk ook het consent dat je geopereerd mag worden. En dat is dit. En dan wordt het dus langzaam een tijd om te kijken naar adressering slash het register. En dus dat is de problematiek van als je weet dat gegevens gedeeld mogen worden met een andere partij, welk systeem gebruikt die andere partij nou? Dus daar wilde ik eigenlijk nu even met jullie op inzoomen en de ideeën die wij nu al hebben daarin. En hoe we dat denken te kunnen oplossen en wat voor hele supercoole dingen dat nog meer gaat opleveren. Behalve alleen natuurlijk adressie. Wat ik eigenlijk even wil tekenen is dat we aan twee kanten een leverancier. Sorry dat ik dat bij jou voorstel, maar ik heb ook nog een camera. Een leverancier, een zorginstelling. Heeft natuurlijk een relatie met de leverancier, want ze nemen die software af. En aan de ene kant heeft bij zo'n zorginstelling, is er een patiënt die zorg krijgt. Een patiënt. En aan de andere kant... Sorry, dat ben ik. Oké. Aan de andere kant hebben wij eigenlijk een arts. Ik wil even kijken of er inderdaad al iemand meedeed. En nu hebben we natuurlijk ook gezegd dat even zo de nutscomponenten verzorgen enige uitwisseling van gegevens omtrent. Vroeger, toen alles op papier ging, zou je natuurlijk kunnen zeggen dat of de arts die had als een dossier, of als de patiënt het meekreeg, gaf de patiënt dus de gegevens aan de arts. Zo van, nou, als ik misschien ergens een röntgenfoto gehaald heb, hier, dit is het, kijk ernaar. En hier is natuurlijk ook die vertrouwensband tussen patiënt en arts. En daar wil je dat die gegevens gedeeld worden. Echter, omdat we natuurlijk niet digitaal werken, is het heel anders. Want stel je wordt verwezen of je zegt wie je huisarts is of je gaat toestemming geven, dan zeg je eigenlijk als patiënt, ja, die zorginstelling. Dat is waar ik mijn gegevens mee wil delen. Of dat is mijn apotheek, of dat is mijn huisarts, of ik ben net in dat ziekenhuis geweest, of dat is mijn thuiszorginstelling. Dat is zeg maar hoe jij het over een zorgaanbieder of een zorginstelling hebt. Andersom, als je gegevens ophaalt als arts, dan is het bij de zorginstelling die de gegevens beheert voor die patiënt.
Dus die relatie ligt ook zo. Dan hebben we eigenlijk hier twee relaties liggen die van belang zijn. Nou, de patiënt die heeft zeg maar een behandelovereenkomst met de zorginstelling. Ja, dus langdurige zorg is dat op contract vastgesteld. Als je naar het ziekenhuis gaat, dan is het via een verwijzing gegaan. Je bent akkoord met die verwijzing. En als ze dan vragen, wil je geopereerd worden of iets dergelijks? Nou, dan zeg je ja. En dan heb je in principe ook het contract. Dus hier is een behandelovereenkomst. En nu hebben we al... Soms is die wel wat implicieter. Als je bijvoorbeeld laat bloed laten prikken bij een lab. Heb je een verwijzing gekregen? Een verwijzing gekregen. En daar ben je mee akkoord gegaan. Ja. En je loopt daar binnen. Dat staat in de wet ook vastgelegd. Als je ergens binnen loopt met een huisarts, dan heb je een overeenkomst. Anders moet je niet naar binnen gaan. Zonder wegen hebben we jou in de kamer. Ja. Goed, en dan begint er dus dossiervorming plaats. Die arts heeft ook een overeenkomst trouwens, hè? Een arbeidsovereenkomst. Precies, dat is de andere. Precies. Hier is een arbeidsovereenkomst. Of het is een eenmanspraktijk, kan natuurlijk ook. Het is een arbeidsovereenkomst. De overeenkomst nu op een 1. AOE. Ik zit even een agreement te denken. Het is ook niet met een E. Ik ken het idee, arbeidsovereenkomst in de zorg niet, maar er zit ongetwijfeld ook iets in de verwijzing aan de DGBO. Ja, nou wel iets met vervanging en al dat soort. Ja. Of het is zijn zorginstelling. Ja. Ja, GPR, dat is een beetje eigenlijk. Ja. Wat we nu, gegeven die toestemmingen voor het consent al gedaan hebben, is eigenlijk zeggen. Oh, ik ga wel eens weten dat het veel complexer is. En als je denkt dat dat iemand te brabbelen zegt, is dat via deze route eigenlijk is hier aangemerkt bij deze zorginstelling dat die patiënt gegevens wil delen. En de arts die voor die zorginstelling werkt, wil via zijn leverancier die gegevens gaan ophalen. Echter, de leverancier aan deze kant, die die gegevens moet ophoesten voor die zorginstelling, die weet niet dat die arts daar werkt. Tenzij die de zorginstelling vertrouwt en dus ook de leverancier vertrouwt. Enigszins logisch? Nee. Ik heb misschien een heel concreet voorbeeld, dat is in de medicatie. Dus je kijkt naar het thuiszorg, langdurigzorg en de apotheek, dan worden de medicatietoedieningen klaargezet. De apotheek heeft de taak om die bij de goede zorginstelling te bezorgen. En dat betekent dus dat de apotheek moet weten bij welke zorginstelling de patiënt zit. Maar je gaat het niet aan de hele zorginstelling geven, die zorginstelling kan al eens een hele regio zijn. Dus het moeten echt teams hebben, of vestigingen, locaties moeten kennen, waarbij ze die medicatie naartoe kunnen sturen. En dat betekent dus dat er aan beide kanten, in twee heel andere software systemen, het concept van locatie of team bekend moet zijn. En dat zijn vaak gegevens die niet worden gesynchroniseerd. Dus dat wordt als het ware aan beide kanten ingevoerd. Aan de ene kant in het organigram van de zorginstelling, aan de andere kant bij de apotheek, die daar dan een team of een locatie van een zorginstelling invoeren. En die twee moeten wel dezelfde identifier hebben en dezelfde up-to-date gehouden worden. Dus dan heb je op twee plekken die allebei behoefte is aan het concept van een, nou ja, een individu of een organisatie. Structuur, organisatie, boom, heb je eigenlijk nodig. En op dit moment wordt dat dus allemaal ingevuld door admins of zo, of mensen met familierechten. En dat is nou een van de zaken van, als we kijken naar adressering en register. Weet je, aan de ene kant heb je die technische endpoints van, goh, wat is nou de URL van die leverancier als die gegevens ophalen. Maar die is niet zo heel spannend, want die kan je gewoon ergens instoppen. En dat heeft helemaal niks te maken met vertrouwen of worden mijn medische gegevens gedeeld, dat soort zaken. Dat is gewoon vindbaarheid. Maar ik vind die arbeidsrelatie namelijk veel interessanter. Want nu is het zo. Nou, stel, we zouden geen nut hebben en die leveranciers gaan met elkaar overleggen van hoe weet ik nu
jouw gebruiker of die overeenkomt met een gebruiker aan mijn kant of die dat mag. Nou, dan kan je zeggen, dit is een arts en hij heeft of een BIG-registratie of een AGB-code, allebei. En die vul ik in hier. Laat ik een beheerder van de zorginstelling, laat ik dat in de software invullen. En die sturen we mee. En dan weet je wie het is. Nou ja, dat klopt. Alleen moet hier natuurlijk wel een vertrouwensband zijn. En waarschijnlijk ook heel veel contracten. Waarbij vanuit Nuts eigenlijk ook mee bezig zijn, is van we proberen dat hele netwerk te krijgen. En waarbij alle leveranciers elkaar moeten vertrouwen. En je moet als concurrenten moet je elkaar dus ook vertrouwen. En dus je moet ook vertrouwen hebben in de beheerder die bij een andere zorginstelling zit, die al die nummertjes wilt in te typen. Ja, dat is fragiel. Wat als je nou elkaar niet hoeft te vertrouwen? En dus dat hebben we met de gegevensuitwisseling. En als de arts wat ophoudt over de patiënt ook al gedaan, want die arts die moet ingelogd zijn met een IRMA-contract. En dat IRMA-contract sturen we helemaal over de lijn tussen leveranciers mee, zodat bij de zorginstelling komt, dat je zeker weet dat het die persoon is. Dus geen beheerder van de zorginstelling of een ontwikkelaar van de leverancier die dat voor de gek kan houden. Je hebt die eindgebruiker dan. Maar omdat je de toestemming geeft aan de zorginstelling, moet je weten, die eindgebruiker die zich 100% zeker kan identificeren of die wel werkt voor de zorginstelling. En dat is de grootste uitdaging voor adressing. En nu als je kijkt wat er in het SAP staat, daar staan die relaties ook gedefinieerd. Werkt voor iemand anders. Maar dat is een centraal register. En dat is, naar ik weet, niks anders dan een aansluiting van de leverancier naar het SAP. Ook zo heb je dat ook. Zorg dat ik. Zorg aan de FCZ. Ja. Van VZ. Dat model, dat klopt wel, maar er staat in, deze persoon werkt voor deze zorginstelling. Maar wie kan dat allemaal aanpassen? Ja, dat was interessant, hè? Bij de hele ontwikkeling van het SAP lopen ze niet tegen de technische grenzen aan, nog even los van het feit dat dat niet gedocumenteerd is en beschikbaar je met z'n kind onderwijs kunnen en zo. Dat is een proces, daar gaan we maandag over bellen met ze. Dat is onoplosbaar, maar onhandig. De content. Is het grote probleem. Dus er zijn allerlei top-down registers en die krijgen ze niet op de een of andere manier. Want het zijn publieke organisaties, net als geloof ik, daar hadden we het net ook over. Dus er zitten hele complexe organisaties mee waardoor die gegevens niet willen nemen. En gebruikersverenigingen zijn wel bereid om te zeggen: wij willen die gegevens wel bij gaan houden. Dan gaan ze dus één niveau weer omlaag, krijgen gebruikersverenigingen van de zorginstellingen. Die zeggen: van nou, wij gaan dat dan wel leveren. Maar los is de datakwaliteit een soort vertrouwenskwestie. Ja, ook geen persoon. Is dat toch alleen de. Systeem van de instellingen. Ik dacht dat ze het UC-register gebruikten. Het UC-register gaan ze helemaal in het SAP laten. Oké, maar dan heb je dus personen en systeem. Ja. Ja, zonder dat je die keuze ook hebt, zeg maar, als arts. Heb je dat weer? Ja. Dus hoe zie je de relatie met multidisciplinaire communicatie hier? Voor multidisciplinaire communicatie, je hebt daar twee dingen nodig. Je moet weten wie de zorg levert natuurlijk. Maar dat is eigenlijk een stuk gegeven wat bij alle zorginstellingen leeft. En zodra je het weet, moet je die mensen kunnen vinden welke technische endpoints ze gebruiken voor de communicatie. Maar dan moeten zich wij vinden, tenminste ik vind, dat die mensen zichzelf gepubliceerd moeten hebben. Mm-hmm. En niet dat je die gewoon maar in een register moet zetten. En wat is dan de relatie met IRMA, met NBC en dit issue? Kunnen we het zo niet oplossen? Het is enigszins onafhankelijk. Dus ik denk namelijk als je multidisciplinaire communicatie gaat doen, je pakt een technisch middel, een dienst, dat je kan communiceren. En op een of andere manier moet je daaraan aangesloten worden. Je, net zoals telefoonnummer, die geef je gewoon aan elkaar. Of die geef je door. Hmm. En zo kan het voor, natuurlijk voor een communicatiemiddel ook zo zijn. Behalve dat je nog een stuk toestemming erbij hebt. Ja, dus jouw account op zo'n systeem die ook een soort op is? Ja. Zeker. Ja. Maar jij moet de keuze kunnen maken of je dat publiceert of niet. Ja. Dus dat jij zegt van ik sta open voor communicatie. Ja. Multidisciplinaire communicatie, ja of nee. Of ik ben gewoon privé. En want zodra, als je het hebt over huisartsen,
specialisten, dan zeggen de meesten eigenlijk wel, weet je, publiceer maar gewoon, want ik sta overal gepubliceerd en kwaliteitskenmerken dit. Wij hebben een arbeidsovereenkomst opnemen. Dat jou op de eer, ja, namens jou regelt dat ook systeemtje gebruikt in je arbeidsrelatie. Dat jij daar kinder bent. Maar zodra je naar laten we zeggen, de bredere lagen van zorg gaat, naar de verpleging en verzorging, en die mensen werken in teams en die hebben waarschijnlijk helemaal geen behoefte om in allerlei registers te staan. Mm-hmm. Als je het ook. Met ja, of je gaat naar de GGZ, jeugdzorg, het sociale domein, de basisproblematiek. Precies. Ja. Daar wil je, zeg maar, ja, en dus ook zoals wij, zeg maar, logging hebben dat je weet dat iemand wat gedaan heeft. In sommige gevallen moet dat niet inzichtelijk zijn voor de patiënt. En wordt het eigenlijk toe, dat elke laag in dat adresboek beheerd wordt door de persoon of de groep mensen die daar op het aanwerk of het op het zeggen hebben. Ja. Ja. Dus, maar daar kom ik nu op. Maar daar kom ik niet op. Kijk, wat er gebeurt, kijk, het gebruik van nuts is eigenlijk is een keuze voor de leverancier. Maar de leverancier, de relatie hier, dat is gewoon natuurlijk een contract. Dat is een keuze van de zorginstelling. Dat is een keuze van de zorginstelling. En dan zeggen ze eigenlijk samen, weet je, deze zorginstelling, die staat in de KVK, daar zijn een aantal mensen tegen bevoegd, en dat zijn de mensen die het contract ondertekenen. Ja. Ja. En die mensen die tegen bevoegd zijn, die zeggen, dit zijn mijn beheerders in de organisatie. Of het is een huisarts zelf, en die zeggen wie alles zijn. Maar die zeggen dat de beheerders zijn. En de beheerders, die zeggen wie de gebruikers zijn. Ja. Dat is natuurlijk hoe het gaat. En in principe kan je dat ook gewoon vastleggen. En waar we dus nu over zitten te denken, is dat eigenlijk om hetzelfde manier te doen als je inlogt. Je pakt een middel als Irma, en je gaat gewoon die relaties ondertekenen. En dus je begint gewoon, eigenlijk zou je kunnen zeggen, KVK is er nog niet. Dus die moeten we even overslaan. Maar je zou kunnen zeggen, deze twee, die kunnen eigenlijk elkaar ondertekenen. Of de leverancier heeft iemand anders teken bevoegd gemaakt van, jij mag contracten afsluiten, ik hoef ze zelf allemaal niet te tekenen. Ja, bovenaf, dus de stichting Nuts geeft een contract aan een leverancier. In wezen in de vorm van een certificaat. Ja, dat is het aansluitgedeelte, omdat er nog ergens een route of trust moet zijn. Ja, maar die kunnen we volgens mij nu wel even overslaan. Ja, omdat dan de leverancier kan quantum tekenen en vice versa. Ja. Ja. Kijk, de leverancier die hoeft dat in principe niet met Irma attributen te doen, want die beheert zijn eigen software. Dus als hij in zijn eigen software invult, het is dit, dan kan dat. Dan is dat. Echter, van KVK, dat is zeg maar bestuur van de zorgorganisatie. Die ondertekenen iets voor de beheerders en die doen iets voor de users. En dit zijn dan allemaal, zoals we er nu over denken, allemaal IRMA-contracten. Wat is een IRMA-contract anders dan een IRMA-attribuut? Een attribuut is alleen maar het stukje gegeven. Als je een attribuut afgeeft ergens op een website, dan heeft die website dat gegeven. Maar dan kan hij alleen dat voor zichzelf gebruiken. En als hij dat in een netwerk wil sturen, dan heb je er niks aan, want dan is het alleen maar het nummertje. Als je echter iets ondertekent als een contract, dan kan je het contract aan iedereen geven en die kunnen zien of het waar is of niet. Mm-hmm. Dus als jij in het contract zegt, beheerder Jan werkt inderdaad bij mij. Werkt voor mij, voor deze zorginstelling, en heeft de rechten om artsen aan te wijzen. Dus maar hij mag zelf geen gegevens ophalen. Ja. Een bepaalde authenticiteit van het IRMA-attribuut. Precies. Ja. Oké. Okay. Ja. Kan je dat adres zien? Is het ook een attribuut? Sorry? Je kan het van het adres toch ook zien als het attribuut van de identiteit van een user? Ja. Ja. Maar wat je bijvoorbeeld zou kunnen gebruiken is... Het adres van het systeem waarop de user... Ja, maar je zou bijvoorbeeld het e-mailadres kunnen gebruiken. En dus ook het endpoint dat je wil bereiken. Ja, maar dan zou je dat... Ja, maar die kan je niet uitgeven vanuit één bron. Dus bij attributen heb je altijd een register en dat register vertrouw je voor het uitgeven van die attributen. Het moeten wel echt persoonseigenschappen zijn, geen systeemeigenschappen bijvoorbeeld. Dus het feit dat jij ergens werkt is niet echt een attribuut. Het is geen attribuut, zeg maar. Dat is niet iets... Je hebt iets op papier gekregen, maar dat is een contract. Ja, het is geen eigenschap. Het is geen eigenschap van jou. En die dingen willen ook kunnen veranderen. Dus stel je voor, iemand zet op plaats naar server, krijgt een nieuw adres. Dan wil je dat in het adresboek aanpassen.
En dan zijn meteen alle andere systemen van die wijze op de hoogte. Dat zou niet in een attribuut, moet je al je medewerkers een nieuw nummertje geven. Als ik een statische dingen. Wat je wel zou doen, is als je het e-mail afgeeft, je kan gewoon zeggen dat de domeinnaam die in het e-mailadres staat, dat moet de domeinnaam van die organisatie zijn. En dan kan je ook zeggen, ik verstuur die e-mail intern, hoef je niet eens over het internet heen. Bij wijze van. Ja. Okay. Die heeft nog wel complexe organisaties van Nederland die beheren zijn. Dus outsourcingpartijen die doen dat namens de journalisten. Dat kan, het maakt er niet uit. Hij krijgt alleen maar de rechten om rechten uit te delen. Enfin, hij mag geen medische gegevens op aan. Een keten van werkzaamheden ondertussen. Je zult van alles kunnen doen. Nou, je krijgt geen keten van vertrouwen van mens mens. Ja, precies. En kijk, aan deze keten, daarvan zou je kunnen kiezen om dat in een register te zetten of niet. Of je zet het tot hieraan in het register, alleen het bovenste stuk. Of je zet zeg maar alleen maar het bestuur in het register. Dat kan ook. Dat maakt toch niet uit, die zijn toch al bijna publiekelijk. En het andere deel kan je eigenlijk op het moment dat je communicatie gaat doen, zou je dat deel mee kunnen sturen. En dat betekent dat je dus gebruikers kan hebben die niet ergens centraal geregistreerd staan of in een register staan, decentraal register, maar die wel van die relaties gebruik kunnen maken. Mm-hmm. Zeg, ik zie je moeilijk kijken. Kijk, je hoeft niet te maken, dus als ik moeilijk kijk, moet je eigenlijk niet zo. Fijn als mensen stoppen. Dat is een soort certificaat, toch? Dus uiteindelijk kun je de CAE's valideren en daarmee weet je dus dat uitgegeven door partijen die je vertrouwt. Dat gaat in die zin ook op gegevens verantwoordelijk. Ja. Zo'n bestuursgegevens verantwoordelijk voor alles. Dus hoe los je nou op dat je. Dus ook voor deze attributen van deze gebruiker. Ja, en het punt is ook dat je natuurlijk ook kan gaan intrekken. Wat hier echt om gaat is, stel je voor je wil een individu niet in een publiekelijk register hebben staan, maar je krijgt wel een request binnen van die individu. Hoe weet je dat het individu een onderdeel is van een organisatie waarmee je dus die toestemming aan hebt, waar je patiënt toestemming aan heeft gegeven om gegevens mee te delen. En dan, als dat in het verzoek zeg, die hele tree van die data meekomt, dan weet je dus dat je dus die persoon misschien niet direct kan opzoeken, maar je kunt wel zijn vertrouwensboom terugvinden. Daarmee weet je dus dat je, aangezien je de root van de tree vertrouwt, namelijk de zorginstelling of deze mensen kun je niet rechtstreeks adresseren, maar als ze een verzoek bij jou doen om jouw data en de zorg en de patiënt heeft toestemming gegeven, ergens boven in de publieke gedeelte van de boom, dan kun je alsnog die gegevens veilig aan die club verstrekken. Want technische implementatie van de verwerkingsovereenkomst eigenlijk. Ja, ja die zit ergens tussen en je hebt ook de arbeidsrelatie. Maar nu komt het grappige, wat je nu ook nog eens kan doen, is deze arts hier, die kan zeggen, ik ben ziek. En de andere arts neemt het over voor vandaag. Ja, want je hebt dingen als context en rollen. Ja. Je kan natuurlijk zeggen, die beheerder, als die er al is, die zegt, je bent gewoon een gebruiker, je kan alleen maar bepaalde gegevens ophalen. Maar je kan ook zeggen, als je ziek bent, mag je ook jouw eigen rechten weer doorgeven aan iemand anders. Mm-hmm. Kijk, in een huisartsenpraktijk zou je dat waarschijnlijk altijd doen, want er zit geen beheerder tussen. Mm-hmm. Denk ik doorgaans. Dus die zullen altijd bij zichzelf zeggen, nou, als ik mag ook rechten uitdelen en ik mag gegevens ophalen en ik mag eigenlijk alles. En ik ben bestuurder. Dus als die ziek zijn, kunnen ze eigenlijk gewoon een telefoon pakken en zeggen, ik ben ziek, dit is mijn vervanger. Klaar. En dan kan die andere precies hetzelfde doen. Ja, dan wordt het gewoon een onderdeeltje van de keten. Ja. Delegeer je nog een stapje verder. Met een bepaalde tijdsbestek. Waarbij je dan zou kunnen zeggen, vandaag. Dan moet je wel even authenticeren als bestuurder, voordat je een kopje doet. Nou ja, je ondertekent het met je attributen. Ja, precies. En daar zit dat ook bij in dat jouw bestuurder je eigen hebt. Dat kan, je kan die en die kunnen natuurlijk hetzelfde zijn. Precies. Ja. Okay. Ja, dus iemand moet gezegd hebben dat jij door mag delegeren naar de volgende. Ja. En dat iemand het gezegd heeft in een contract, dan heb jij een kopie van. Jouw verzoekje naar de andere kant ga je sowieso ook altijd ondertekenen. Dus je ondertekent dat en je hebt een andere contractje en die stuur je samen op. Ja. Je hoeft steeds alleen maar dat één attribuut te authenticeren wat daar voor in had. Kijk, het punt hiermee is ook dat die IRMA-attributen die kunnen verlopen.
Maar als dit van de gebruiker bijvoorbeeld verlopen, of ingetrokken zijn, verlopen is niet zo'n probleem. Stel ze zijn van de gebruiker ingetrokken, zouden ingetrokken moeten zijn, maar die heeft het nog op zijn telefoon staan en die denkt, haha, ik ga er gewoon gebruik van maken. Dat er een beheerder is die die relatie kan verbreken. Ja. En dan kan je dus gewoon dingen gaan intrekken, omdat het over contracten gaat, niet over attributen. Ja, maar dat kan een beheerder sowieso. Als iemand, ja, dat klopt. Maar dat een van de problemen nu met Irma is dat die attributen nog niet ingetrokken kunnen worden. En dus als jij zegt, ik heb een AGB-code, dus mag ik dingen doen. Die vlieger gaat niet meer op, omdat je dus naast de AGB-code moet je eigenlijk ook nog een relatie hebben met de eigenaar van het bedrijf. En dus met het contract met die leverancier. Ja, en er is iets van account management systemen. Dus er zijn twee kanten van de relatie. Ja. Dus je had het nog wel hebben, maar je account niet meer werkt. En dit zorgt ervoor dat je dus eigenlijk een heel decentrale collegatiestructuur, personeelsbestand krijgt. Want je bent dus niet meer afhankelijk van als jij je ochtends ziek voelt, dat dus een beheerder of iemand boven in de organisatie die de rechten geeft aan jouw vervanger. En zo op deze manier kun je dus ook heel flexibel bijvoorbeeld flexibele krachten in die organisatie neerzetten. Ja. Want het gaat dus die delegatie regel je één op één. Dat is ook verzorgd dus dat je dus gewoon zelf jouw eigen gegevens en jouw eigen delegatie kunt fixen. Ja. Er zit nog een voordeel aan, want het register is net zoals het toestemmingdeel. Het is decentraal. En we gaan er vanuit, als jij meerdere stukken software gebruikt, dat die wel van elkaar weten dat die tot hetzelfde netwerk behoren. Dus dat betekent dat je niet eens hetzelfde stuk software hoeft te gebruiken om je ziek te melden. En die toestemmingen niet meer, of die autorisatie iemand anders te geven. Dat kan ook een ander stuk software zijn. Nou, dat vroeg ik me af, want dit is vrij administratief. Dit is typisch iets wat in een HR-systeem zit. En wat je bijvoorbeeld wilt kenbaar maken. Je zou hier gewoon een app van willen maken. Dus je zegt, ochtends, ik ben ziek, die neemt het over. En alle andere publiceren naar. Ja, en alle andere systemen die jij gebruikt, die zien dat ook. Ja. En niet alleen systemen van jou. Kijk, ook SAP bijvoorbeeld kan erbij vullen. Ja, er is niet om met het SAP te rennen. Ja, of je hebt SAP meer nodig dan. Ja, uiteindelijk. Ja, systemen dan leidend zijn. Maar poosje blijft snel dan. Ja, dus waar in welk systeem je het belegt, hangt natuurlijk ook van welk systeem het op welke manier inbouwt. Ja, dus het, stel hetgene wat je publiceert, dat zit in de nutsnode zelf. Dus je zegt van, het register zit hier gewoon bij in. Dus het gepubliceerde deel, als je dat daarin zet, wordt gesynchroniseerd met alle andere noden. En die zijn er dan ook van op de hoogte. Ja, één ding uit. Je had het over intrekken van een van die stukjes van die keten. Ja. Dat stukje wat ik dan intrek, moet dus wel in het publieke deel van het register zitten. Als het al publiek was, moet je het weer publiek intrekken. Precies. Als je het in lokaal hebt staan, dan is het eigenlijk weggooien. Ja. Want deze leverancier die heeft dat ding er niet. Nee, kan het ook niet doorzien. Als ik dus als gebruiker onder die streep zit, dus ik ben onzichtbaar, maar ik delegeer voor een dagje mijn verantwoordelijkheden naar jou. En een uurtje later trek ik dat weer in, maar dan heb jij nog steeds dat contactje waarmee jij kunt aantonen dat je mij vertegenwoordigt. Ik heb geen plek dan waar ik dat kan intrekken, aangezien ik niet publiekelijk informatie beschikbaar stel. Jawel, want jij trekt dat in bij jouw leverancier, waar je het vastgelegd hebt. Nou, en die vertrouwt op het moment dat er een request binnenkomt niet meer dat. Precies, maar die kan het ook weer zorginstelling privaat, zeg maar. Synchroniseren. Dat ding aan. Ja. Net zoals het consent alleen maar gestuurd wordt naar de nodes en voor de zorgleverancier, zorginstellingen, die van het consent moeten afweten, kan je dat precies hetzelfde doen met dat contract. Je stuurt het maar eigenlijk alleen maar naar de nodes en de zorginstellingen, eigenlijk alleen maar dezelfde zorginstellingen. Oké, maar je wil die contracten ook wel gaan distribueren? Uiteindelijk wel, ja. Dat is niet iets wat dat hoeft in het begin niet, want dat is alleen maar van toepassing als jij meerdere stukken software aangesloten bij NUTS, gebruikt vanuit dezelfde zorg. Ja, maar dat kan als je een EPD hebt. Dat kan prima, maar ik verwacht niet dat het eerste jaar dat het ineens zo storm loopt dat er heel veel aansluitingen zijn. Ik wel, stuurlijk ook. Maar adressering is natuurlijk iets waar je een netwerkeffect voor nodig hebt om het werkend aan te tonen. Ja. Hoeveel netwerkeffect heb je nodig om te laten zien dat het werkt? Nou, je hebt er maar twee nodig. Ja, technisch te laten zien dat het werkt. Dat is top 1. Maar we weten nu meer. Dus dat snap ik. Het leuke van dit stukje van het project dat we doen, is dat je dit voor veel meer kan gebruiken. Het zijn gewoon weer 5 service koppelingen. Ja.
Ja, en dat kun je van alles leuks gaan gebruiken. Ik zie de overlap wel. Ja. Een van de dingen die je hier ook mee kan doen, en dat maakt het nog wat complexer, want nu zeg je, ik ben bestuurder, ik heb contract aangegaan, dit zijn mijn werknemers. Wat je ook kan doen, is, dat is vanuit het contract dat jij ergens werkt en vanuit een behandelovereenkomst, die zou natuurlijk wat meer een sociaal domein van toepassing is. Je zou ook een regievoerder kunnen aanwijzen. Maar er zit ook een contract onder, bijvoorbeeld in de GGZ, dat je zegt, hey, die persoon is nu de regievoerder, maar die mag andere organisaties gaan uitnodigen. Ja. En dan werk je dus niet vanuit een arbeidsrelatiecontract, maar werk je vanuit een ander contract. Ja, dat bedoel ik met de XCL, bijvoorbeeld met NDC, sociaal netwerkstander van samen beter. En dan kan je dat dus op een veilige manier doen. Ik je als App Store met apps die van iets kan doen. En gewoon het bazaal publiceren van de endpoints. Moet dat de KWK geregistreerd teken voegen bestuurslid? Nou kijk, het grootste probleem is het vastleggen van de relaties. Mm-hmm. Als je een relatie al vastgelegd hebt, dan kan je gewoon voor elke van die partijen zeggen, je mag je eigen gegevens updaten. Ja. Dus als een leverancier zijn eigen endpoint wil aanpassen, ja, dat mag hij zelf doen. De zorginstelling zegt, dit is mijn leverancier. Ja, de leverancier zegt, hier ben ik te vinden. Ik bied deze service. Leverancier zegt inderdaad, https://, moet je heen om gegevens op te halen. Ja. En een zorginstelling zegt, ik heb postbus 365 op de postcode. Ja. En een arts zegt, het is mijn telefoonnummer. Ja. Oké. Okay. Ja, maar de verantwoordelijkheid. Exact. Ja. Ja, dus relaties volg je een boom. Maar gewoon individuele gegevens, dat die persoon zelf. En het truc is natuurlijk dat je daar nooit meer echt iets op in te typen. Hè? Dus als jij je telefoonnummer wilt publiceren, dan haal je dat op via een eenmaal attribuut. Hetzelfde geldt voor je naam en je AGB-code. Dus een heleboel typfouten die nu in de registers vertuigen. Ja. Een beheerder die gebruikers toevoegt, die gaat niet de gegevens van de gebruikers intypen. Die geeft gewoon een link. En laat daar je eenmaal attributen maken. Een attribuut van de relatie tussen de beheerder en de gebruiker typeren zijn. Ja. Identificatie. Personeelsnummer of zo. Heb je niet eens nodig. Want personeelsnummer vertegenwoordigt de relatie. Ja, dat bedoel ik. Maar dat is de meest logische attribuut om voor de beheerder aan te maken. Maar de rest van die persoon wel gewoon een naam. En die ERMA-nodes die cirkel met elkaar, waardoor de informatie. Met een streep, zeg maar, bepaalde informatie kun je dan. Dat noemen we net zo. Ja. Dus alle gegevens die gaan over endpoints van leveranciers. Die worden bekend binnen elke nutsnode. Gegevens over zorginstellingen ook. Tot daar en naartoe is het publiek. Dan heb je het over gebruikers die mogen ervoor kiezen om dingen te publiceren of niet. En wat ze niet willen, wordt niet gepubliceerd. Dus als je mee wilt doen aan een multidisciplinaire communicatie, dat je gewoon vrij vindbaar bent, zonder dat er een persoonlijke relatie is geweest, dan publiceer je dat over jezelf. Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat er wel behoefte is, misschien aan mensen die zeggen, ik wil wel iets publiceren, maar alleen binnen de community waar ik mee samenwerk. Het is sowieso natuurlijk een privé-netwerk. Ja. Maar als jij vrij vindbaar wil zijn voor het ziekenhuis, ja. Als jij huisarts bent, ja, dan moet je toch publiceren. Ja. Maar dat is misschien wel een interessante verdieping. Ik wil publiceren voor puntje. Je had het toch al over een privaat en publiek deel. Dus je zou kunnen zeggen, ik wil voor het ziekenhuis in mijn regio wil ik vindbaar zijn, maar niet voor het thuis. Deze, de nutsnode die krijgen sowieso een aanduiding of het medisch is, het patiënt is, sociaal domein, verzekeringsdomein. Die krijgen daar een aanduiding, omdat de ene mag wel bijvoorbeeld al een BZN heen gestuurd worden dan. Dus dat moesten we sowieso al doen. Dus je kan al zien wat voor soort noden daar aan hangt. En wat voor soort organisatie daar dus onder. Ja, ik zie dit is heel erg in lijn met sociaal interessant. Zoals je ontwikkelt in Samen Beter. Dus dat is mooi. Dan ga je de relaties steeds typeren. En de inhoud, ja, als dat helemaal vertrouwen is. De relatie ook minimaal. Dus alleen maar authenticeren wat je wil profileren in die relatie. Verder regelen mensen dat wel. Als het helemaal standaard is, dan kan je dat makkelijk steeds variëren of uitwisselen op een kleiner maken. Ja. Mooi. Is het? Ja, die nutsnode, die eigenschappen die je daar aangaf, die kunnen variëren afhankelijk
die op die nutsnoden zitten, toch? Dus nee, je moet nu, zoals nu ervoor staat, moet jij een nutsnode typeren als zijnde het zit binnen dit domein. Ja, dus je kan er dan in dit geval zou je er 4 kunnen hebben als je als leverancier. Als je dat allemaal doet, dan moet je er jammer genoeg, zoals er nu voor staat, 4 doen. Ja, ja. Nee. We kunnen daar gewoon. Zijn in instanties op 80% dezelfde dingen. Hebben, weet je, we kunnen daar gewoon over nadenken. We zeggen. Je kan in plaats van of, kan je ook zeggen en. Dit zijn namelijk die eigenschappen die worden in het certificaat vastgelegd. Waardoor je op de verbinding kan zien of je bijvoorbeeld wel die BSN mag doorsturen aan de andere kant. Je kan natuurlijk zeggen, het wordt gewoon een lijstje van zaken. Ja, een soort template van het profiel wat er in die context. Alleen dan moet je als. Ik denk dat het kan, want als je dan BSN gaat sturen, weet je niet in welke context het was. Jawel, je weet het wel, want je weet voor welke zorginstelling het is. En als leverancier verwerk je het toch al. Wat bespaar je mee? Want het draaien van mensen is zeg maar. Zoveel. Ja, dan moet je 4 draaien. Waarschijnlijk ga je in de toekomst ga je toch al een paar draaien, omdat je een high availability wil. Ja, er draaien er wel een paar op jouw laptop, dus zeg maar, het is niet, het is niet echt maar heel dramatisch om er meer dan één. Ik heb geen idee hoe dat wordt op het moment dat dat meer gevuld wordt. Ja, weten wij ook niet. Je krijgt er wel een duplicaat van een register. Nee, maar hoe meer nodig je krijgt, hoe minder je gedeeld hebt over het netwerk. Als je het zou gaan benaderen als MAC-netwerk, voor de toestemmingen nee. Die worden 1-op-1 gedeeld met wie erbij mag. Dus dat is niet van, je haalt het maar ergens op als het er ergens staat. Maar dat schaalt wel. Je hebt alleen maar een toestemming die voor jou relevant is. Ja, het wordt mooi weerspiegeld in de bevolkingsverdeling, zeg maar. Want je hebt toch niet met alle, wat is het, 97 ziekenhuizen te maken? Hoeveel mensen instanties kennen? 5000 praktijken of wat dan ook. Je hebt het maar met een paar. Dus die verdeling zal. Het wordt interessanter als wij gaan zeggen. Oh, we willen op een of andere manier toestemming geven aan de allereerste hulpafdeling van tevoren. Of aan alle huisartsen, zoals dat in de wetgeving voor volgend jaar zou staan. Ja, dat is het idee, toch? Ja. Zorg opdaad. Ja, maar dat is een hele interessante discussie, want de HAP lijkt me trouwens geen probleem, want dan moet je sowieso identificatiemiddel meenemen. En als je dat laat zien, dan zou je kunnen zeggen, hiermee neem ik dus toestemming om bij jou dingen op te halen. Je bent toch nog aanspreekbaar. Ik ga ook vragen wie je huisarts is op dat moment. En alle relevante attributen van die zeggen van achter de huisartsen staan dan ik geef het bij zo'n nood ergens in de buurt, in het ergste geval. Verificeren die gisteren, zeg maar. Als het over 8000 zorgverleners zou gaan. Het staat in die nodes. Ja, dat is alleen een technisch schaalprobleem. Ik krijg namelijk gewoon 17 miljoen keer. Ja. 17 miljoen records, dat schrik ik ook niet meer. Dat is in principe heel weinig. Dat is niet veel als je dat inderdaad in een bestandsformaat hebt. Moet niemand heel gelukkig van. Dus dit is het idee wat we nu hebben. En